Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Zie je deze motor hier? 38,8 liter V12 diesel. Die komt uit een type 69 tank. Lijkt erg veel op de Russische T54. En deze tank die is nog van Saddam Hussein geweest. En die is buitgemaakt tijdens de Eerste Golfoorlog in 1991. Sindsdien heeft het ding stilgestaan in Engeland. En daar is er niet echt goed voor geweest. Ja, het is wel echt een klusje hoor. En de motor, dat is ook niet alles. Wij hebben hem gekocht om te restaureren. Ah, moet je maar eens even kijken wat we allemaal alweer gedaan hebben. Economisch is deze motor natuurlijk gewoon totaal los en het is veel voordeliger om een andere motor die gewoon in orde is te kopen en die erin te leggen. Voor de video is het wel interessant om deze motor natuurlijk te maken. Ja, dat is geweldig. Dit is bij ons echt allemaal weggerold en zo. Ja. Nee, dat mag je gewoon allemaal meenemen. Kijk eens! De puzzel begint compleet te worden, hè? Dus we kunnen hem binnenkort in elkaar gaan zetten. Hartstikke bedankt joh. Graag gedaan, veel plezier ermee. Herman staat in de aanslag met de remreiniger als startpiloot. Hij heeft ook twee rubberen stoppen, die kan hij in de in laten douwen op het moment dat hij op hol slaat. Bart die staat weer bij de luchtdruk, bij de CO2-fles. Die gaat zorgen dat hij dadelijk rond gaat. Ik ga nou eerst even oliedruk draaien, dus ik zet even die elektrische pomp aan. Kijk op de manometer dat we druk hebben. En dan, dan ga ik de gas bedienen, dus het wordt spannend. Wij denken dat de brandstofpomp niet helemaal op het goede moment staat. Dat hij eigenlijk wat te laat staat. Dus we gaan hem nou een paar tanden versteken. Heb jij hem al zo'n brandstofkant aan? Ja, maar nog niet zo ver naar achteren. Nee, maar... De pomp is iets verzet, dus we gaan het nog een keer proberen. Waar moeten we heen? Waar gaan we nu dan? Hij deed het, hè? Hier dan, kijk daar dan. Oh joh, oh joh. Zo joh, hebben we brand. Hé, die tank doet het al joh, zie je die rook? Die lampjes zag je op een gegeven moment niet meer. Waar? Hé, hey, buurman! Hij doet het! Ik heb iets gehoord! Ja, dat klopt! Nou, mooi man! Verdikke, dat is goed werk hè! Bedankt jongen! Ja, gedaan! Verdikke! Maar hij staat nog te laat hè? Ja! Ja! Dus ik denk eigenlijk moet hem misschien maar naar buiten brengen. Nee, we gaan de pomp nog een beetje verzetten. Bart gaat hem nog een beetje anders zetten. Want wij waren al best wel onder de indruk. Maar hij zei, dit is nog niks. Hij zei, het is nog veel rauwer als hij dadelijk echt op de gas reageert. Dus ik ben benieuwd. Ik ga hem een beetje bijstellen en dan nog een keer starten. Dus. Er staan hier wel een paar verstuivers te tuffen. Hij is terug wat hij ras geeft, hè? Ja, dat heeft hij voor mij ook een heel klein beetje. Wat een geweld, hè? Maar hij reageert niet echt lekker op de gras. Nee, hij bokt een beetje. Ze doen niet allemaal mee, denk ik. Die paar verstuivers, die verstuiverleidingen mogen helemaal niks lekker natuurlijk. Hij had nou minder snel druk, hè? Nou, dat je warm is natuurlijk. Maar warm, ja, die hoor ik dan. Ja. Ja? Ja hoor. Ja. Hij gaat beter doen wel. Hij begint een beetje wakker te worden. Maar hij loopt, dat onrustige is ook omdat de dynamo er niet op zit. Oh ja. Die werkt als een klein beetje als een vliegtuig. Ja, 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 ja. Het leek erop dat deze niks deed hier wel. Nee, die derde. Slindere. Koud hè? Deze. Ja, helemaal niks. Gewoon koude lucht stond in te pompen. Dan zou ik eens moeten kijken. Dan zou ik van deze eens een keer ook naar de verstuiving moeten kijken misschien. Had jij die zwart geverfd? Of? Dat heeft die motor gedaan. Klein concert gaan we kijken van Milo met zijn 12 Ja, wordt warm hè. Zo. Pff. Nou, we zijn alweer een hoofdstuk verder wat betreft de tank. De motor heeft gelopen, er zijn nog wel een paar dingetjes, daar moeten we nog even naar kijken. Het lijkt dat het daar in ieder geval een cilindric niet meedoet. Misschien dat daar toch een klep niet goed afsluit en daardoor dat hij geen compressie heeft. Daar moeten we nog even naar kijken, maar toch, het is niet verkeerd zo toch? Ik viel niks tegen. Nee hè? Ondanks geen merktekens en een beetje het gevoel om pomp afstellen, denk ik dat we wel aardig in de buurt zitten nu. Nou. Ik moet ook graag rechts in, denk ik wel. Wat een geweld hè, dat is echt niet normaal. Dat kun je waarschijnlijk op de video echt helemaal niet horen. Maar als je erbij staat, met oorkappen op, dan hoor je het nog steeds, zeg maar, dwars door. Wat een bruut geweld. Vet man. Ja mensen, ik zou zeggen, ja, jullie sowieso kei bedankt voor het helpen natuurlijk. Heel graag gedaan. En nog een keer helemaal weer op en neer gereden eigenlijk. En toch hals over kop, want eigenlijk hadden we bedacht, we gaan het na de vakantie doen. Maar ja, we hadden er eigenlijk zoveel zin in. En ik hoop jullie ook, want iedereen heeft zo lang moeten wachten op deze video's natuurlijk. Want we hebben weer even niks geüpload omdat we geen tijd hadden om de video's te editen. Dus ik zou zeggen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende.